Ja, Belgisch kampioen John de Sutter, proficiat. Een beetje onverwachts of toch verwacht? Ja, voor mijn eigen misschien wel verwacht, omdat ik die kasseister ook heel graag doe. En ik had hier al een paar keer verkend en ik wist dat ik daar wel een verschil kon maken. En toen wij bij de Masters A bij kwamen, zag ik dat er twee renners op twee parcours waren weg. En ik wist als ik de oversteek kon maken, dat er wel een grote kans in zat. Had je een beetje angst van de twee broers om bij te kunnen blijven? Eigenlijk niet, omdat we verstaan elkaar wel goed. Dat we afgesproken gewoon dat we samen gingen werken. En dan op plaats is ene gaan aanvallen. En dan ben ik naartoe gereden. En dan waren we weg. En dan was mijn concurrent voor de Elite 3 titel gelost. Je traint ook veel samen met de broers, hoorde ik. Af en toe spreken we wel eens af, ja. Wat vond je van het parcours, moeilijkheidsgraad? Ik vond het eigenlijk een super mooi parcours. Een beetje afwisseling. Deze keer heb ik eens wat voordeel dat er kasseien in zitten. Voor de andere keer is het meestal bergop. Maar ik vond het echt wel een mooi parcours. Jouw medevluchter, nummer 29, had je daar iets over vernomen? Angst om in de sprint te verliezen of niet? Ik kende hem eigenlijk niet, maar hij gaf wel een goede indruk. Dus ik heb niet op de sprint gegokt en van verder geprobeerd. Wat staat er nog te gebeuren voor jou in de toekomst? Gewoon normaal gezien elke week gewoon een koers rijden en ervan genieten. Oké, proficiat met jouw titel. En staat je mooi. Dankjewel.